We hebben een smartie gemaakt. Daar is die. Het is een jongen! Yay! Zometeen gaan we naar Ruben Schaken. Maar eerst ga ik naar mijn Fit Daddy trainer Ken Rieg. Want die heb ik mijn boodschappenlijstje gestuurd van wat ik normaal gesproken op een dag tot me neem, zeg maar. En hij gaat zeggen wat daarin verbeterd kan worden. Bier is eigenlijk heel eenvoudig. Het is een gistproduct. Er zit gluten in. En 9 van 10 keer gaat het dus rechtstreeks naar de buik. Het is enorm veel calorieën. En voornamelijk heel veel energie wat het oplevert. En alles wat je niet verbruikt, sla je op. Dus vandaar de bekende bierbuik. Wat maakt het nou dat jij niet meer dronken op de training kwam, maar ineens dacht, nu ga ik voor de sport leven? Och, dat is een hele goede vraag, vriend. Waar was de omschakeling? Ja, het besef dat je vader bent, hè? Dat je verantwoordelijkheidsgevoel in één keer krijgt. Ja? Dus dat koop je niet zomaar even in de winkel, maar dat is er in één keer. Je ziet die kleine en je denkt van oké, er moet nu wel wat gaan veranderen. Je moet voor die kleine zorgen, dat kost geld. Dus dat was eigenlijk het moment dat ik dacht van oké, Ruben, nu gaan we wel eventjes het anders doen. Dus wat serieuzer worden, aan de regels houden, want daar had ik heel veel moeite mee. Dus uiteindelijk is het goed gekomen en eigenlijk ben ik vooral mijn oudste en ook de mannetjes die daarna zijn gekomen, ben ik ze wel dankbaar dat ze me dat hebben meegegeven, onbewust. Er zitten een aantal stoffen in wat een bepaald euforisch gevoel geeft en natuurlijk en er aroma. En het is natuurlijk vol van verzadigde en onverzadigde vetten. Dus ik zeg altijd kaas met mate, puur om het feit dat het meer uitlokt. Eigenlijk iets wat een beetje een dooreetfactor heeft. Dat is eigenlijk een beetje het verhaal van kaas. Dus oppassen ermee? Ik zeg altijd met mate. Toen ging je ineens vol op fitnessen, met je lichaam bezig. Je ging echt voor de sport leven, hè? En dat heeft je nog een transfer opgeleverd naar topclub, naar Feyenoord. Ja, dat was ook een mooi moment. Ik woonde destijds samen met Adil Awassar en uiteindelijk hebben wij besloten dat we voor elkaar gingen koken, verplicht. Dus dat we goed konden eten, want we gingen altijd naar McDonald's of naar Kentucky of we gingen uit eten. Eigenlijk een beetje naar al die vreedschuren, want we hadden niet zoveel te besteden. En uiteindelijk dachten we van nou, als je naar de Albert Heijn gaat, kan je voor een tientje kan je ook gewoon verse groenten halen, lekker stuk vlees, wat aardappelen. Dus dat hebben we zo gedaan. En in combinatie met wat jij dus ook doet, heel hard en goed trainen, dat is belangrijk. En ik weet niet of het toeval is, maar die combinatie heeft wel gewerkt. We hebben dat 6 maanden volgehouden. En uiteindelijk, tot onze grote verbazing, hebben we allebei een transfer naar Feyenoord afgedwongen. In datzelfde jaar dat we daarmee begonnen zijn. Dus er is nog hoop voor je, Peter. Hè? Ik kan nog een transfer naar Feyenoord. Jij kan nog een transfer maken. Mooi. Dat kan nog. Heb je energy drink? Heb je hier water? Energy drink, wat levert je toe op? Het geeft je een energy boost. Dus dat betekent, ik drink de energy drank, hier piek ik en op een gegeven moment krijg ik een daling. Wat krijg ik dan? Dat ik wil naar mijn tweede energy boost. Waarom werkt dit eigenlijk averechts? Wat je eigenlijk wilt is dat je energie over de dag geleidelijk is en tegen de avond gaat dalen. Als ik heel de dag leef op energy drinks, dan betekent eigenlijk dat ik eigenlijk alleen maar continu pieken heb. En ja, ik zeg altijd van beter een stabiel leven, kies voor water. Nou, het was erg leuk met Ruben. Ja, Ken Rieg, de voedingstips, die moet ik allemaal even rustig terugkijken. En daar ga ik ook zeker werk van maken. Kom op, 2 blikjes energy drink per dag. En ja, dat kan gewoon niet. En stoppen met roken. Ik ben het nu nog een beetje aan het uitstellen. Vroeger associeerde ik het altijd met sexy, met stoer, met de Marlboro Man. Maar tegenwoordig is het vooral kansloos. Dankjewel voor het kijken. Volgende week een nieuwe aflevering. En dan in de hoofdrol, Maxime Hartman. Hypnose? Zo, hypnotiseur? Dat is niet best wat daar... Godverdomme. Nee, nog een peukie. Ja, die hypnotiseur. Een soort thai-slijm kwam er naar boven tijdens het interview. Die. Ja. Die.